hebben vaker last gehad van vratten. Fico heeft regelmatig watervratjes en ook wel eens een vrat onder de voet. Heb je wel eens gehad, hè? Ja, en op de arm. En nu hebben we er weer eentje op zijn arm. Ik wil er wel vanaf, maar het is ook niet echt super erg. En dan gaan we eens kijken of we jouw fratje weg kunnen halen. We hebben een frattenpen voor. Eenmaal daags aanbrengen op een schone, droge vrat. Stap 1. Week de vrat in warm water en droog goed af. Wordt de vrat zacht? Nou wordt de vrat zacht, ja. Hij voelt ook een beetje... Zachter? Ja. Gaan we naar stap 2. De huid van de vrat licht opruwen met vel of katoenen doek. Gaat goed zo? Ja. Breng vaseline aan op de huid rondom de vrat om contact met de gezonde huid rondom de vrat te voorkomen. Neem jij het doosje mee? Ja. Dan gaan we het aanstippen. Draai het uiteinde van de pen totdat er vloeistof op de applicator zichtbaar wordt. Wil jij draaien? Ja. Nou moet je langzaam draaien totdat je de vloeistof ziet. Ja, kijk eens. Stop maar. Ja. Breng de gel zorgvuldig op het volledige oppervlak van de vrat aan. Gaat goed? Ja, het is wel koud. Het is een beetje koud, ja. Laat de vloeistof indrogen op de vrat. De gel vormt zelf een laagje over de vrat waardoor een pleister niet nodig is. Het is heel fijn dat het geen pijn doet bij Figo. Ja. En het werkt heel makkelijk, hè? Het is gewoon fijn dat het weggaat. Blijf dagelijks herhalen totdat de vrat verdwenen is en de normale huid zichtbaar wordt. En over een paar dagen is die vrat helemaal weg. Yes. We hebben 2 weken lang de vrattenpen uitgeprobeerd. Ja. Kom maar weg, hè? Ja. Dus die vrattenpen, die is goed geholpen. Ja. Helemaal. Toppie! Toppie!